Hallo mensen, leuk dat jullie terug zijn bij een nieuwe video hier op het Speelkasteel. Vandaag ga ik voor jullie weer een paar scherfjes bij elkaar halen. En dat wordt leuk, zoals altijd. En de scherfjes die we gaan doen is van een bepaalde categorie. En de categorie is allerlei. Ik heb op mijn telefoon een lijstje, want zoals jullie weten zijn de shards nu, de scherven shards, veel te moeilijk om te halen. Dus, ik heb een lijstje en dan gaan we ze gewoon even doen. Dus, dit is een gebruikersstok die je moet laten regenen. Er staat hier een rain stick, dus als dat een regenstok zijn misschien. Geen idee, nog nooit van gehoord. Oké, maar het werkt, dus het is super nice. De eerste scherp is alweer binnen, ka-ching. Even kijken, de volgende is, steek een lont aan en maak dat je wegkomt. Oké, die kunnen we wel halen. Zeker even van dat klein genoeg om een flesje in te passen. Wat hebben ze hier gedaan? Explosief. Lont. Oh shit. Bom. Explosief. Ik heb geen idee. Een bom. En steek een explosief aan dat klein genoeg is om in een flesje te passen. Een rotje. Rotje. Mini explosief. Is dat het? Minibom. Oh shit. Maar dat is niet hoe ik het moet oplossen. Ik heb geen idee. Olifant. Olifant. Jij bent echt lief. Met je mooie bloem. Dan doen we gewoon de volgende. Creëer het oorlogsvoorwerp en geef een vredesymbool. Die weet ik niet. Even opzoeken wat ze daarover kunnen vertellen. Badibadiba. Oké. Eerst moet ik gewoon oorlog maken. En dan een witte vlag. Hoppakee. Oorlog en vrede. Hé, waarom sla je mij? Waarom sla je mij, mafkees? Boze olifant. Wegwezen jij, vuile homofiel. Hé, joh. Hij slaat me dood. Doodgeslagen door een olifant. What the fuck? Hoe is het mogelijk? Ik word er agressief van. Hier, deze man moet ook weg met die snor. Lelijke man. Lelijke man. Niemand mag jou, lelijke man. Geef wol aan een persoon die weeft en kijk wat ermee wordt gemaakt. Wever. Wol. Paletschoenen. Dat snap. Kijk wat ze allemaal maakt. Waarom is het niet goed? Vet mooie kleren, hallo. Maar wat is hier niet goed aan? Iemand die weeft. Een wever. Willem Wever. Geef een plantje dat je... Oh, wacht. Misschien moet ik eerst even kijken naar deze. Wat het is, wat zou kunnen zijn. Maak een...
Ja. Oké. Okay. Geef een plantje dat normaal 3 vibraties heeft aan iemand met een klein groen wezen die van geluksdingen houdt. Ja, die hadden we de vorige keer ook geprobeerd. Leprechaun. Of zoiets. Lampion. Leprechaun. Ik ga even opzoeken hoe je dat zegt. Leprechaun. Zegt iemand. Leprechaun. Wel, Lamachun. Turkse pizza. Oké, okay, maar nee, dat is dus niet. Ik probeer gewoon wat dingen. Elf. Kabouter. Hallo? Waarom kan ik geen kabouter maken? Kabouter. Hoezo, what the fuck? Kabouter. Oké. Okay. Klaver. Hier. Hallo, ik geef jullie klavertjes. Wat heb je nog meer? Een elfje, kabouter. Ja, het is echt een leprechaun. Leprechaun of zo. Wacht, ik ga opzoeken hoe je het in het Nederlands zegt. Ja, er is geen Nederlands woord voor, volgens mij. Klaver. Kabouter. Leprechaun. Hallo, waarom doet hij het niet? Ongelooflijk. Een leprechaun. Jezus, Mina. Oh, ik val in het water. Oh, nee. Oh, jee. En ik spring en ik... Ik ga onder water, ik zwem en ik zie een schedel. Oh jee, ik raap het op. Ja, ik zwem weg met de schedel. Ik ga de schedel geven aan de kikker. Alsjeblieft. De kikker is bijna dood. Oh nee, maar hij gooit hem nog een keer. Hij stopt niet en hij maakt iedereen dood. Oké, nee. Oh, en nu gaat hij naar rechts toe. En dan gaan we nog een andere proberen. Het is veel te lastig. Al die scherven krijg ik niet meer opgelost. Gebruik toverkunst om goud dat alleen goedgelovigen waardevol vinden in echt goud te veranderen. Ik zei echt goud! Heel mijn stem blijft hangen, hoor je dat? Ik weet niet of jullie het hoorden. Het was echt ongelooflijk raar. Oké. Okay. Wat voor goud is dat? Want die hebben we de vorige keer ook geprobeerd. Ik heb geen idee hoe je dat goud noemt. Gold. Ik zoek iets met goud. Goud. Oh nee. Hou ze ook vast. Goud, pingpong, goud. Fool's gold, zegt hij. Nepgoud, misschien? Toverstok. Wat voor goud moet het dan zijn? Jezus, ik weet het niet. Ik weet het allemaal niet meer. Ik ga nog even wat proberen. Ga zitten op een lange bank die je meestal in de kerken vindt. Ik weet niet hoe dat heet. Open het kistje tigo. Ik weet het niet wat dat is. Gebruik een wc-borstel om iets schoon te maken. Oké, nou dat moet nog wel lukken. Wc-borstel. Oh, dat was deze weer. Ja, dat kon je niet vinden. Die zie je? Dat, volgens mij heeft dat spel gewoon moeite met vertalen. Ik weet het ook niet. We gaan er gewoon een einde aan breien. Ik denk dat dit ook het einde is van de Scribblenauts-serie. Weet ik nog niet zeker. Ik heb het nu even beslist zo in deze paar minuten. Misschien dat Sam weer zegt, we maken nog een aflevering. Als dat zo is, dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe aflevering van Scribblenauts. Als het niet zo is, dan zien jullie volgende week maandag weer een nieuwe serie. Hier op het Speelgestil. Ik check jullie later. Bedankt voor het kijken. En doe een duimpje omhoog.